knuffels. Ja. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en ik heb super buikpijn. Ik weet niet waardoor dat komt. Ollie zit in bed tv te kijken. Wie gaat er waar in de crash op woensdag? Oh, sorry. Wat een gezellige opening van de vlog. Ollie gaat er waar naar de crash op woensdag, maar vandaag hou ik haar thuis en ik ga zo naar Lou en Suus en dan gaat Ollie lekker met Coco en cadeautje spelen. Ik ben in Bussum en we gaan Coco halen. Ja. Zo, hè? Ja! Let's go! Polly gaat Coco weer zien. Het is even op de. Oh ja, hij staat op de voordeur. Hoi! Yes, dat is trekken. Maar ook dat hier. Yeah. Knuffel geven aan Coco! Knuffel! Knuffels! Ja! Oké, guys. Even later en ik heb de hele dag bij Lou en Suus gezeten en Cato, Coco en Olly die hebben, hoi, zeg even hoi Coco. Zeg even hoi. Die hebben de hele dag super lief gespeeld. Olly heeft letterlijk jullie hele kast inmiddels leeggeruimd, ja. Volgens mij. En wij hebben zoveel gewerkt, het ging echt super slecht met werk de laatste dagen, maar ik heb mijn hele inbox geleegd. Dus ik ben echt super vrolijk weer. En de Fashion Weeks komen eraan. Ik ga zaterdag naar Londen, dan naar Milaan en dan naar Parijs. En ik heb alle voorbereidingen, nou niet af, maar wel heel veel gedaan. Dus ja, I'm very happy right now. En we hebben nu, hebben we Indisch besteld of Thais? Thais. Thais besteld. En dat gaan we eten en dan ga ik naar Amsterdam weer terug. We hebben een nieuwe leuke hobby. We zijn aan het timen wie het langs met de tol kan spelen. Als de kindjes in bed zijn, spelen we. Worden we echt helemaal wild. Hele competitieve mensen doen. Die spelen allemaal. Overal. Die pakken die wedstrijd nog even door. Ja, dit is een hele goeie. Dit wordt een 14+. Nee, dit wordt een 15. Kom, kom. Niet bewegen. Lou, je moet niet winter oplaten. Oh, ja. Huh, dit is helemaal geen goeie. Nee, hij zwakt al. Nou. Bam. Hey guys, het is vandaag donderdag en ik zit achter in de auto bij Mo, want we zijn net op babybezoek bij Jacques geweest. Het was echt super gezellig en Sarah Lizzie ligt lekker een dutje te doen en Mo die is aan het rijden en we gaan weer terug naar Amsterdam. Het is vandaag echt lekker weer, hè? Het is zo lekker weer vandaag. Het wordt volgende week gewoon 26 graden. Hè? Echt? Ja, ik ga naar Milaan, daar is dus 30. Toen dacht ik, hoe kan dat? Dat is lekker. Nee, ook weer niet. Het is het allerliefste babytje van de hele wereld. Ze ligt zo lief te slapen ook. Ja, dan wil ik altijd dat ze wakker wordt. En als ze wakker is en ze helpt, denk ik, oh meid, ga slapen. Ga slapen, maar ze slaap is zo saai. Ik ben weer thuis en ik heb het de hele dag zo koud. Ik snap niet echt waarom, oh, mijn camera staat ook lekker licht. Ja. Ik ga dus even e-mails doen. Olivia is hier ook gezellig. Die ligt hier van Pampus. En ik heb heel veel pakketten van kantoor gehaald. En ja, ik heb unboxen ook zo. Oké, ik heb Olly naar bed gebracht. En Sander is op een diner van Friends of the Brands. Heet dat zo? Volgens mij wel. En ik kijk. Ik heb allemaal nieuwe spullen. Is het leuk om te laten zien? Misschien wel. Nou, ik heb dus van Jacques. Dat heb ik al wel opengemaakt. Daar was ik vandaag eens met Mo. Ik weet eigenlijk niet of ik daar gevlogd heb. Wat is dit? Oh, dit is de Isabel Marant heeft met L'Oréal een collectie. Dit is daarvan. Dat heb ik nog niet bekeken. Ik heb altijd het idee dat dit super saai is, maar I don't know. Dit zijn allemaal leuke oogschaduwtjes. Smoky eye. Het zal waarschijnlijk helemaal in die Parisian stijl van Isabel Marant zijn. Ik vind het artwork ook wel cool. Even kijken. Dit is mascara, lipstift, cheeks. Dit is Smoky Eye en dit is een bronzer misschien. Een glow. Cool. Oké, en dan heb ik van Jacques de nieuwe parfum van Dior gehad. Dat heet Joy. En dat ziet er zo uit. En super lief. Mijn naam staat erop. Leuk. Dan heb ik zelf iets gekocht bij Net-a-Porter. Misschien vinden sommigen het heel ordinair.
Maar ik vond het heel vet. Ik wil het hebben. Dit shirt van Versace. Het is gewoon een strak. Dit shirt met Versace erop. Zo. Dus die. En even kijken. Wat verder nog leuk is om te laten zien. Ik heb van Hogan nieuwe schoenen gekregen. En die heb ik nog niet bekeken. Ik ga er ook nu even naar kijken. En ik denk de uitnodiging van Milaan. Deze shoes. Ik vind ze echt heel cool. Zilveren veters. Heel cool. Voor mensen die zeggen dat ik niet enthousiast ben. Ik ben wel enthousiast. Alleen ik ga niet gillen. En dan heb ik deze schoenen. Bij de Bijenkorf vandaag meegenomen. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik denk dat de meesten deze schoenen echt gaan haten. Of dat je ze heel vet vindt. Zij is van Gucci. En zo zien ze eruit. Da-da-da-da. Ik vind ze wel echt heel cool. Dus dat. Ik zal even leuke outfits bedenken hiermee. Zo. Ik heb maat 38 ervan. En verder heb ik heel veel kleding van de Bijenkorf voor de Fashion Weeks. Deze is trouwens van Levi's, die heb ik zelf besteld. Echt een super cool jasje. Bij Ezels heb ik die besteld. En ja, de rest zit allemaal nog in die zakken. Ik denk dat ik dat gewoon laat zien als ik op Fashion Week ben, dat dat leuker is. Good morning! Het is vrijdag. Ja, ik heb een drukke dag met afspraken. Maar ik moet ook de spullen inpakken, want morgen ga ik naar Londen. Fashion Week. En Olivia heeft vandaag een feest op de Fresh. En Bibi is al op school. Sander is. Sander? Sander is daar ergens. En Olly zit in dag. En ik ga met mijn broer ontbijten. Dus moet ik even opschieten. Hey! Hallo! Jij bent de giraf. Je giraf is daar, schatje. Ik kan het maar doen. We hebben afspraken. Ik moet mijn koffer inpakken, want ik vlieg vandaag om 8 uur naar Londen. En outfits. En ik moet even mijn schema regelen voor morgen en zondag. En even dus alles plannen. Ja. Ik was gisteren bij de Friends of the Brand Man. Wat ik vertel. Zo leuk. Dat ziet er naar uit. Mooi vrienden. En alleen maar mannen. Dat is ook wel leuk. Ja, hè? Ja, dat vind ik ook wel leuk als er alleen maar mannen zijn. Oké. Ik zie jullie zo. Ik ga even opschieten. Waarom ben ik trouwens zo overbelicht? Zie je dat, Sam? Dan ben ik gewoon heel wit. Je bent wel wat wit. Maar het is hier ook heel wit. Ik ben alleen wel, ik heb van niet. Meer kleur dan jij. Ja. Nee. Ik ben. Hey guys, het is even later. En ik ga jullie even snel updaten. Ik zou naar Londen gaan. Zaterdagochtend. En ik heb vrijdag echt super hoge koorts gekregen. Dus ik ben niet gegaan. Nu gaat het inmiddels een paar dagjes later weer wat beter. Maar het was wel balen dat ik dat af moest zeggen. En in ieder geval, ik ga nu gezellig met Mo bij Amstel lunchen. En we gaan daar even lekker zwemmen. Ja. Dus ik ben weer terug op de vlog. Wij hebben echt een mega chill dag gehad. Helemaal zen. We zijn helemaal zen. We hebben gegeten bij het Amstel Hotel. En toen wilden we daar de spa in. Maar dat mochten we niet. Dus toen zijn we naar het Conservatorium Hotel gegaan. Je doet weiger. En nu gaan we allebei naar onze kinderen. Oh, ik kan echt niet wachten. Ik ook niet. Sander die heeft er heel schattig aangekleed ook. Dus ja, dat is de planning. Ga jij vloggen? Nee. Olly, hoe gaat het met jou? Goed. Ja, ben je aan het doen? Goed. Ja. Mooi. Heb je een leuk weekend gehad? Wil jij de mensen op de vlog vertellen wat je gedaan hebt?
Olieke? Hey guys, good morning. Het is maandagochtend en ik voel me alweer ietsjes beter. Nog steeds niet helemaal 100, maar wel oké. En ik heb nu een productmeeting thuis, want al onze producten zijn basically uitverkocht van de website en er komen heel veel nieuwe producten aan. Maar we gaan dus even plannen wie wat waar wanneer en wanneer dingen aankomen en zo. Dus dat ga ik doen. Oké. Het is 6:30 en ik ben eindelijk klaar met alle meetings voor vandaag. Het spijt me dat mijn vlogs misschien een beetje saai zijn de laatste tijd. Maar ik heb letterlijk of ik ben aan het draaien of ik zit in meetings. Het is echt zo'n periode waarin ik gewoon heel de dag stomme dingen doe die niet leuk zijn om te vloggen. Maar goed, ik ga nu naar Milaan en Parijs Fashion Week. Dat is super leuk weer om te laten zien. En alles gaat langzaam maar zeker weer een beetje zijn gangetje. En ik krijg normaal het ritme terug. Zien jullie trouwens mijn scrunchie? Wij gaan binnenkort scrunchies uitbrengen op Somewhere Someday. Dat is onder andere besproken in onze product meeting. En zoveel leuke nieuwe sieraden. En ik wil nu de samples dat ik ze om kan doen. Zodra ik de samples heb en ze om kan doen, dan laat ik het jullie weten. Ik heb deze ring trouwens ook nieuw. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Anyways, het is eindelijk weer zover. Ik ga weer lekker HelloFresh koken. Want ik moest een soort van ritme ding hebben. En ik kan gewoon niet nadenken over de boodschappen. Dus ik ga weer lekker HelloFresh doen. Dus ik ga jullie laten zien wat we gaan maken vandaag. Ik ga even kijken wat ik allemaal voor recepten heb. Ik doe altijd die quick and easy recepten. Die kan je meestal in 20 minuutjes of zo maken. Dat is voor mij met Olivia het fijnst. Ik ga even kijken. Oh, het ziet er allemaal zo lekker uit. Ik weet niet welke ik allemaal meer heb gekozen eigenlijk. Je krijgt ook altijd de gerechten van volgende week erbij te zien. Dit ziet er lekker uit. Oh my god, dit wil ik nu eten. Nee, dat is alleen voor volgende week. Oh my god, dit is zo lekker. Dit ook trouwens. Oké, laten we even kijken wat voor lekkers hier allemaal zit. Zo chill dat ze ook nootjes en allemaal lekkere dingetjes erbij doen. Ik ga het even allemaal uitpakken. Eerst even met Olivia spelen. Wat ben je aan het doen? Dokter spelen. Echt waar? Ja, daar moet ik op de knop. Heeft konijn pijn? Nee. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Wil je mij helpen? Ja hoor, lieverd. Op de dokter spelen. Oké, okay, guys. Ik heb mezelf even enigszins gefatsoeneerd. Want ik moet straks nog weg. En ik heb gekeken wat ik ga maken vanavond. Ik moet ook altijd iets maken wat Olivia ook lekker vindt. En ik heb gekozen voor de orzo met pompoen, spinazie en grana padano. Waarschijnlijk spreek ik dit verkeerd uit. Dus ik ga eventjes alle ingrediënten pakken. And then we're gonna make this. Oké, deze ga ik dus maken. En dit zit er allemaal in. Dus niet zo heel veel ingrediënten wat ik wel fijn vind. Want ik hoef niet per se al die ingrediënten. Dus ik zal even een overzichtje maken van hoe ik dit maak. Your call, but you'll feel me later. Little bad behavior, I'm about to turn it on. Headed to the hills now. En guys, ik ga ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Wat ik ook nog wilde zeggen is dat je nu korting krijgt bij HelloFresh. Op je eerste box met de code HelloNor50. Ik zal het hieronder nog zetten. En ook even in de beschrijving en in het beeld, zodat het duidelijk is. Ja, dus dat wilde ik zeggen. En ik zie jullie zondag weer. Ja,